Ja, good morning to you guys. We zijn in Chiang Mai, een schattig stadje in het noorden van Thailand. En eigenlijk ben ik hier maar voor één ding gekomen. En dat is de mountainbike downhill experience. Vanaf 1600 meter naar beneden mountainbiken. En I'm freaking excited. Zoals je kunt zien heb ik wat extra bescherming. Dat heb je hier wel nodig, want als je hier valt, dan val je niet even rustig naar beneden. Dan val je echt in één keer bam naar beneden. En het is regenseizoen, dus ja, the roads are a little bit slippery. Cool man! Wauw! Dit is zo cool man! Yeah! Well, if you don't get dirty on mountainbiking, you didn't do it well. Yeah. This is a crazy hill, right? Oh man. Mountainbike gehuurd, want dat is natuurlijk de mooiste manier om de omgeving te verkennen. Het is vandaag niet zo adventurous als gisteren. Dat was echt zo'n gave ervaring. Nou, ik denk misschien wel de vetste mountainbike ervaring die ik tot nu toe gehad heb. Ik had gisteren route 3 genomen. Dat is niet een route voor beginners, maar ook niet voor experts. We waren met z'n tienen, dat was best wel een leuke groep mensen. En de groep werd op een gegeven moment ook opgesplitst. En de ene ging dan wat de makkelijkere route doen en de andere de moeilijkere. En die guide zei zo, I'm gonna bet she's gonna go for the hard one. Ik zei, hell yeah, let's eat some mud, man. Vandaag iets minder adventures, al moet ik wel zeggen, we gaan bergop. Dus dat is best wel pittig, zeker in deze temperaturen. En ik zie wel weer waar de fiets mij brengt. Dat is het mooiste ervan, denk ik. Toch? Ja, buiten dat die heuvels natuurlijk behoorlijk pittig zijn om te beklimmen, dan moet je er ook rekening mee houden dat je aan de linkerkant van de weg moet rijden. Dat is voor mij wel even wennen hoor. Voor de prijs van 1. Ze zag waarschijnlijk dat ik het heel hard nodig had. 15 kilometer omhoog gefietst. Ja, als je geen conditie hebt of nooit fietst, don't do it. Just don't. Nou, dit is het eerste dorpje dat je tegenkomt als je naar boven gaat. Het is vrij toeristisch, kun je wel zien denk ik. Ik zal even kijken, er komen constant bussen aan en af. Wat je zeker eventjes moet doen is de watervallen bezoeken
En er verse koffie halen, want hierboven zitten de koffieplantages. En dan kun je ook nog verder naar boven, naar het volgende dorpje. Maar ik denk dat ik daarmee boven sta. Wauw. Gotta stop for this one. Chiang Mai heeft nog veel meer te bieden dan ik heb kunnen laten zien. Alleen voor mij wordt het tijd om een beetje rust te pakken. Dus daarom heb ik besloten om van het noorden naar het zuiden af te reizen. Naar het eiland Koh Phangan. Het schijnt een van de mooiste eilanden van de wereld te zijn. En dat doe ik niet met de bus en de trein, want dan ben je heel lang onderweg en daar heb ik allemaal geen zin meer in. Dat doe ik met het vliegtuig. En ik heb op Koh Phangan een beach bungalow gehuurd, dus ik ga proberen. Ik ga het proberen een paar dagen rust te houden. Nou, of dat lukt, dat zien jullie in mijn volgende vlog. Als ik zin heb om een volgende vlog op te nemen. Als jullie weten het, ik doe alleen maar wat ik zelf zin heb. Hasta luego en la go. Of zoiets.